En nog even over Poetin. Hij gaat die privélegers, wil hij allemaal onder het ministerie van Defensie schuiven. Het is wel te begrijpen dat hij dat wil. Ja, dat begrijp ik best dat hij dat wil. Omdat je achteraf zegt, het is niet zo verstandig geweest om al die privélegers tot de mogelijkheid te laten horen. Nee. Behoor. Tegelijkertijd krijg je natuurlijk binnen het ministerie van Defensie dan allerlei belangengroepen die elkaar ook weer de tent uit zullen vechten. Denk aan de klassieke oorlog in de Verenigde Staten tussen marine, luchtmacht en het reguliere leger. Daar is vaak over gezegd dat dat heel wat erger was dan de hele Koude Oorlog. Hoe kwam dat? Nou ja, omdat ze zeggen, het gevecht om de centen. Wie kreeg de meeste centen? Marine, luchtmacht of het leger? En hoe is dat afgelopen? Nou, ik geloof dat meestal de luchtmacht de meeste centen kreeg. Want die dingen die de luchtmacht nodig beweerde te hebben, die zijn wel ontzettend duur natuurlijk. Er komt nu weer een hele nieuwe generatie van die steltbommenwerpers aan. Die dingen die kosten, nou ja, kosten meer dan ons hele landbouwakkoord bij elkaar, zou ik maar zeggen. En Lukashenko, wat vind je nog van zijn rol in dit geheel? Ja, iedereen was natuurlijk enigszins verbaasd dat deze evident incompetente kletsmajoor, deze goedkope derde rangs dictator, dat die hier een rol in had gespeeld. Ja, ik weet ook niet precies. Ik neem aan dat natuurlijk toch gecoördineerd is door Poetin. Poetin zal hebben gezegd, ik wil niet met Prigozhin spreken. Die had, beweerde de krant, ook al maanden niet gesproken. Zoiets zal het geweest zijn. Want ik heb geen zin om direct met die zak te onderhandelen. Zo. Ik weet niet. Mijn voorwaarden zijn A, B, C en D. Ja, Prigozhin heeft in die zin zijn zin gekregen dat de aanklachten die zijn ingetrokken. En zijn troepen zullen in principe niet bestraft worden. Dus hij heeft het voor hemzelf, heeft Prigozhin het goed, want hij had natuurlijk ook opgepakt kunnen worden. Nou, om in Wit-Rusland te zitten, dat lijkt me ook vrij deprimerend. Nou, dat je eerst natuurlijk toch een soort van maggertje bent geweest op een veel groter toneel. Wit-Rusland is natuurlijk een soort georganiseerde vergissing. Ja. Na de opwindende gebeurtenissen van de week daarvoor. Omdat het duidelijk was dat de deskundigen het niet met elkaar eens waren. Er was een brede groep van deskundigen die zei, nee, Poetin is echt blijvend gedestabiliseerd. Dat een beetje te vergelijken met wat je wel ziet naar grote aardbevingen. Er zijn een aantal huizen of gebouwen is ingestort. Er staan er nog een paar overeind. Die storten dan plotseling 3 weken later spontaan in. Die zijn dus gedestabiliseerd geraakt. Dat was, laten we zeggen, visie 1. Hij is aangeslagen. Hij heeft toch een deuk in zijn hoofd. Het is een aflopende zaak. De stabiliteit is eruit. De elites zijn ontevreden over hem. Nou ja, een heel spectrum van situaties die eventueel op afzienbare termijn een eind zouden kunnen maken aan de machtsuitoefening van Poetin. En dan was er een tweede stroming die zei, nou ja, is dat wel zo? Dat is eigenlijk nou niet de indruk die gemaakt wordt. Laten we wel wezen, de bevolking is al lang en breed afgebluft door het Poetin-regime met politiestaatachtige maatregelen. Dus daar hoef je niets van te verwachten. Een enigszins redelijk alternatief is niet voorhanden. Dus hij maakt de indruk dat hij weer stevig in het zadel zit. Had natuurlijk ook een hele soort van kermis georganiseerd met allerlei, met van die petten op. En hij kwam van een soort operettetrap af. Het was, het was allemaal keurig gearrangeerd voor de tv. Daar was de grote man. En ik moet je zeggen, ik kan niet beoordelen of groep A of groep B eigenlijk gelijk had. Ik zou zeggen, laten we eerst eens rustig afwachten. Ik neig meer naar de groep B, dat wil zeggen, valt nogal mee met de wijze waarop hij is aangeslagen door de gebeurtenissen. Maar ja, zekerheid hebben we niet. Dat is duidelijk. Het is bepaald geen transparant regime, om het maar even zo te zeggen. Ja, hij zal daar ooit gewipt moeten worden, neem ik aan, toch door, laten we zeggen, groepen binnen de Russische elite. Het is nu ook wel duidelijk dat een aantal hoge militairen er wel iets van afwist. Wellicht ook wel deels mee sympathiseerde, dat kun je allemaal wel voorstellen. Nou, daar werd nu dan zo mee afgerekend gaan worden.
moet ook even afwachten wat dat precies gaat opleveren. Maar ik geloof dat er sommigen al een tijdje niet meer gezien waren. Je weet dat is, zodra wordt gezegd, ja, Hoekstra een tijd niet meer gezien. Dat betekent dat hij opgesloten is door Rutte, zal ik nou maar even zeggen. Dat is een hele wonderlijke zaak. We hebben hem een tijd niet meer gezien. Oh jeetje. Dat is de ouderwetse kremlinologie, zoals dat heet. De ene hebben ze toch eruit geflikkerd. Die ene die is toch weggezet, omdat hij er vanaf is. Ja, zeker. Dat is die man die ook in Syrië allerlei verschrikkelijke dingen had gedaan. Ja, een beetje dikke, kale man. Ja. Hè? Ook in zo'n keurig jasje. Hoe houden die lui hun kleding toch zo netjes? Dat begrijp ik nooit. Maar goed, waarschijnlijk besteden ze daar een hoop aandacht aan. Of hebben ze veel personeel, weet ik veel. Dus ja, het is mij niets. Ik kan niet met zekerheid zeggen, oh, Poetin is aangeslagen. Of nou, dat valt nogal mee, eerlijk gezegd. We moeten het afwachten. Wie kan die nog vertrouwen? Ik denk dat je ervan uit moet gaan dat een dergelijke figuur in feite niemand vertrouwt, maar ook werkelijk niemand. En dat hij dat regime natuurlijk zo georganiseerd heeft dat er alle mogelijke groepen zijn die in principe tegengestelde belangen hebben en die in principe dus ook tegen elkaar uit kan spelen. He? Want hun positie is volledig afhankelijk van de relatie die ze met hem hebben. Dus je heeft meerdere van die groepen tegelijkertijd in de running. He? Maar nee, het is een vreselijk beroep. Het is natuurlijk ook verleidelijk dat je altijd alles overal over te zeggen hebt. Niet waar, maar leuk is anders. Het is afschuwelijk. Ik heb nog eens een stuk gelezen over zo'n mannetjesbaviaan die dan na lange, vele vechtpartijen de suprematie in de bavianenhorde veroverd. Maar die worden relatief niet oud. He, want je moet steeds in topconditie blijven om de aanvallen van andere jonge mannetjes, bavianen van het lijf te houden. En het is natuurlijk een zenuwslopend bedrijf. He. Ik bedoel, zelfs als je s'nachts wakker wordt van rare geluiden, dat je denkt, oh wacht even, is dit de dienstbode met een mes? Of hoe zit het precies in elkaar, bij wijze van spreken? Nee, het is niet iets om jaloers op te zijn, lijkt mij. En die belangen kunnen ook verschuiven natuurlijk in de loop van de tijd. Die belangen kunnen verschuiven. En dat is wat die verschillende onderdelen. Want je hebt dus een militaire elite. Nou, evident, ook daarbinnen zijn weer verschillende groepen met verschillende belangen. He, er zijn erbij die hem hondstrouw zijn. Dat is die minister, die Shoigu van Defensie. Die zat ook weer heel dichtbij hem bij de grote tafels. Dat is ook wel een heel leuk investeringsobject. He, dat hij kennelijk een fabriek heeft. Waar ze zonder uitzondering reusachtige tafels maken. Echt reusachtige tafels. Zelfs, daar zat een plaatje bij dat hij met die Lukashenko, die andere boef, zat hij te lunchen of zoiets dergelijks. En dat, ik dacht dat waarschijnlijk hebben ze hier ook geluidsversterking nodig om elkaar te horen. Wat een wonderlijke gewoontes. Wat ben je blij dat je. En wat een stomme landen natuurlijk, omdat het qua toekomstinvestering is het allemaal even stomzinnig. Ze beschadigen voornamelijk zichzelf natuurlijk op de langere termijn. Dus nee, ik was niet over. Ja, daar was duidelijk discussie over de vraag. Hoe staat het met Poetin? En we weten het niet precies. Wat vond je van die foto's met die omhelzingen? Dus dat ook geanceneerd was? Dat het publiek inging met dat meisje? Ja, met dat gekus en zo. Ja, dat is natuurlijk allemaal geanceneerd. Dat begrijp. Kijk, in Rusland is alles geanceneerd. Het hele idee dat er wel eens iets spontaans gebeurt, dat wil zeggen, wanneer de camera's bij zijn, dat kun je rustig vergeten. Maar dat is ook deels in het. Foto-ops zijn bij ons toch ook de normaalste zaak van de wereld. Maar beseffen de Russen dat ook? Of denken die van, wat leuk, kijk hoe de leuk Russen weten elkaar. Precies hoe het in elkaar zit. Ja? Ja, natuurlijk. Maar het offer om er iets tegen te doen is veel te groot. Je wordt opgepakt en je wordt in een kamp gezet. En zoals gezegd, natuurlijk de Russische bevolking is platgeslagen door een gruwelijk politieregime wat Poetin georganiseerd heeft. En wat tegelijkertijd natuurlijk ook zijn grote gebrek en tekort is. Alleen in zo'n achterlijk regime als het zijne, waar hij de almacht heeft, nogmaals weer gebaseerd op een complex verdeel- en heersysteem, begin je aan zo'n achterlijke oorlog. En bovendien natuurlijk, wie wil er nou bij Rusland horen? Niemand. Niemand wil bij Rusland horen. Het is een afschuwelijk land. Het heeft ook maar een hele beperkte economische toekomst, naar mijn idee.
Het is niet innovatief. Zodra je iets hebt waar je geld aan verdienen, kunt verdienen, wordt het je afgepakt door die kleptocratie die daar aan de macht is. Nee, het is een heel ongelukkig model. Anders kunnen we het niet noemen. En je hebt daar natuurlijk ook weer gradaties in. Je hebt natuurlijk ook het type boef Orbán. Een leuk praatje kun je daarmee maken. Maar het is natuurlijk ook een boef. Het is ook een kleptocratie. Die heeft ook een groep van personen aan de macht geholpen. Die het land in allerlei ingenieuze wijze bestelen. Mm. En bovendien ook de EU bestelen. Want allerlei subsidies steken ze natuurlijk in eigen zak. Ja. Maar Prigozhin heeft wel even laten zien dat het tijdperk Poetin eindig is. Ja, kijk, het tijdperk Poetin is sowieso eindig. Hij is 69. Dus het is eindig. Maar ja, voor hetzelfde geld wordt hij net zo oud als ik. Nou, dan kunnen we nog zitten, in ieder geval nog 10 jaar bij hem. Laten we wel wezen. Xi Jinping werd geloof ik net dit jaar 70. Ook dat is natuurlijk een zaak met uitzicht op het einde. Je hebt altijd uitzicht op het einde. En het einde kan natuurlijk ook lang duren. Nou ja, denk aan het gruwelijke einde van Stalin. Dat zal hij geweest zijn begin 70, schat ik. Waarvoor ze zo ontzettend bang waren dat hij 3 dagen heeft alleen dood liggen gegaan op zijn eigen sofa. Dus ja, dat zegt mij niet zoveel. Dus dat hele idee, daar hebben we het ook wel eerder over gehad, dat hij van de trap zal vallen. Dat hij een verkeerd kroketje gaat eten, waardoor hij vergiftigd wordt. Dat zie ik allemaal niet zo verschrikkelijk veel in. Mm. Daarvoor wordt hij te goed bewaakt. Hij, natuurlijk, die man die leeft van achterdocht. Ja. Dat hij zover is gekomen is al een signaal natuurlijk dat hij last heeft van paranoia. Want anders neem je wel eens ergens een verkeerde afslag natuurlijk. Denk je dat hij een dubbelganger heeft? Dat las ik ook ergens. Een dubbelganger? Nee. Zo lullig als hij eruit ziet, dat is onmogelijk. Hey, en Prigozhin, daar hebben we niks meer van gehoord. Nee, nou ja, behalve dat we een luchtfoto zagen van een locatie in Wit-Rusland. Waar op een hoog tempo een iets groots werd gebouwd, waar dan de Wagner-groep zich zou worden ondergebracht. En we weten natuurlijk ook helemaal niet hoe het met al die Wagner-aanwezigheid gaat in Afrika bijvoorbeeld. En in andere landen, andere plekken waar ze illegale dingen deden. Dat weten we niet. In Mali is de United Nations gevraagd op te krassen. Ja, jongen. Hoe is het toch mogelijk dat de helft, wat zeg ik, 3/4 van de landen door halve garen dieven en moordenaars bestuurd worden? Dat is toch iets verschrikkelijks eigenlijk. Dat is natuurlijk mijn naïviteit, dat begrijp ik ook wel. Ja. Dat je denkt, waar is dit nou goed voor om zo'n afschuwelijke oplichtersbende te organiseren? Wat heb je bovendien aan al die poen? Ook niks. Iedereen weet dat als je 4 keer modaal verdient, dat is ruim voldoende. Ja, daarna willen mensen altijd nog weer meer, want dan ze willen een tweede huis en een derde auto en ik weet wat ze niet allemaal willen. Maar dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Maar goed, dit is moralistische, semi-christelijke praatjes die ik hier zit te verkopen. Maar het is, dit stemt je toch triest. Dat landen zo ongelooflijk belazerd bestuurd worden. En dan zijn we weer terug bij de oorlog. Want de oorlog gaat natuurlijk, laten we eerlijk zijn, niet bijster goed. Dat is wel duidelijk. Ook niet voor Oekraïne, hè? Nee, het gaat voor de Oekraïne niet bijster goed. En wat je daarvoor precies kon, want dat was natuurlijk ook meteen het idee, kan de Oekraïne geen gebruik maken van de destabilisering van Poetin en zijn club? Nou, daar is tot op heden in ieder geval niets van gebleken. Wat gebleken is, is toch dat die de Russen in de tussentijd goed gebruikt hebben om ijzersterke defensieve posities te bouwen. En bovendien dat natuurlijk in dat opzicht de oorlog van een totaal andere aard is dan bij het begin van die oorlog. Kijk, in het begin van die oorlog deden de Russen het ongelooflijk slecht, omdat ze een verkeerd verwachtingspatroon hadden. Opereerden de Oekraïners in kleine, efficiënte, snel bewegende groepen die vooral onafhankelijk konden opereren. En nu is het natuurlijk veel meer een regulier soort van oorlog, waarbij over een heel lang front, want het is honderden kilometers, niet waar defensieve posities aangepakt moeten worden. En nou ja, nogmaals, ik ben geen militair deskundige, maar ik heb niet de indruk dat dat erg vlot gaat. Nee, lang en bloederig, dat zijn de dingen die je Het hele idee ook dat we op een of andere magische manier
met het zwaaien van het toverstokje de Russen gewoon vanuit heel de Oekraïne zouden kunnen wegwapperen. Dat lijkt me ook een volstrekte illusie. Dus ja. Dan begin je toch te denken aan praten. Er wordt natuurlijk gepraat. Er wordt altijd achter de schermen gepraat. Er zijn altijd backchannel contacten. Daar kun je zeker van zijn. Maar wat dat op gaat leveren, dat is me niet duidelijk. Nou, misschien moet je de vraag anders stellen. Van wat moet er gebeuren om Poetin naar de onderhandelingstafel te dwingen? Nou, Poetin kijkt wel uit. Ik zou zeggen, als ik Poetin was, zou ik zeggen, kijk, laten we eens kijken niet waar, hoe efficiënt onze defensies zijn. Desnoods verliezen we her en der een dorp in de Oekraïne ook niet erg. We hebben meestal, als je een goede defensie is, natuurlijk niet in, die is in etappes georganiseerd. Het is niet zo dat je één defensieve lijn hebt en als die doorbroken wordt, oei, dan is het klaar. Nee, dan heb je er eens een tweede of een derde. Dat kunstje is betrekkelijk simpel. Als je maar genoeg mensen hebt om dat te organiseren, dan moet dat kunnen. Hoeveel hebben de Russen dan nu? Is dat bekend? Hoeveel van die defensielinies zijn? Geen idee. Maar het zijn allemaal hele gedetailleerde foto's. Want die kun je ook, begreep ik, gewoon, die zijn gewoon openbaar. Er zijn allerlei firma's die blijkbaar over die satellietgegevens kunnen beschikken. Misschien zijn die wel van die Musk-satellieten, dat weet ik niet precies. Dus ja, ik zou zeggen, als ik Poetin was, zou ik zeggen, eens kijken hoe het in Amerika gaat. We spreken 2023, we hebben verkiezingen per volgend jaar in november 2024. Ik moet zeggen dat ik de kans dat Trump wint, die schat ik toch op 1% of 30%. Dan zul je misschien zeggen, als er veel mensen die nooit in percentages denken, nou 30%, dan zal Biden wel winnen. Nee, toen in 2016 was ook het winpercentage voor Trump helemaal niet zo vreselijk hoog. Maar het is wel 30% is al heel veel. Hè? Als ik tegen jou zou zeggen, ik weet absoluut zeker dat je straks op weg naar huis met je autootje tegen een boom rijdt. Dat je daarbij u tegen zegt, dan zou je toch denken, dan ga ik een andere route nemen waar geen bomen zijn. Hè? Dat risico ga je niet nemen. Je denkt niet, nou ja, 30%, kom op. Ik heb 70% kans dat ik ongebroken thuis kom, dus dan gaan we gewoon. Nee, dat doe je niet. Nee. Kijk, de percentage moet echt goed laag zijn om te zeggen, oké, geen probleem. Ik hoef me er niet druk over te maken. Hè? Dus als je aan je hart wordt geopereerd, dan zeggen ze dat je 3% kans hebt om dood te gaan. Ze hebben lange statistieken, dus ze weten precies hoe het zit. En 3% kans om dood te gaan, daar kun je wel mee leven. Hè? Om het eens even een hele leuke woordspeling van te maken. Nee, dus als ik Poetin was, zou ik wachten. De grote slachtingen zijn geweest, denk ik. Dat zullen ze denk ik niet nog eens een keertje doen. Ik weet niet hoe het met volgende mobilisatiegolven zit. Dat zal hij denk ik trachten te vermijden op enige wijze. Wordt bovendien vooral gemobiliseerd in allerlei verre afgelegen gebieden waar de mensen helemaal niks te vertellen hebben. Ik begreep dat de kans dat je in Moskou woonde en gesneuveld was aan het front was 1 op 300.000 of zo. En mensen die uit minderheden, de republiekjes komen met minderheden, dat was de kans 1 op de 3000. Dus dat zijn significante verschillen. Dus nee, als ik Poetin zou zeggen, laten we eens even rustig afwachten. Hij moet natuurlijk ook een beetje orde in eigen huis reorganiseren. En we hadden gewoon goed, daar zijn we mee begonnen. Nee, ik zou zeggen afwachten. Maar heeft hij nu wat hij wil? Geduld oefenen. Hij heeft natuurlijk een aanzienlijk deel in handen, maar hij begon natuurlijk de oorlog met de opmars richting Kiev. Dat is niet dat gelukt. Dat heeft hij al lang, dat is hij kwijt. Dus wat hij nu wil is natuurlijk een zo gunstig mogelijke positie voor het geval dat. De kans dat hij de hele Oekraïne weer kan incorporeren in het imperiale Rusland, die is verkeken. Sterker nog. Die heeft hij op een zo grondige wijze verkeken dat alles schijn heeft natuurlijk dat de Oekraïne toch op enige wijze onderdeel zal gaan vormen van de westerse bondgenootschappen. Zowel de EU als de NATO. Misschien niet letterlijk juridisch, maar de facto zal het daar toch wel op gaan lijken. Hij kan het nog een keer proberen, hè? Om nog een keer richting Kiev op te rukken. Dat is het hele probleem met Rusland en met Poetin. Je maakt een soort afspraak, een soort wapenstilstandsluitje. Maar Noord- en Zuid-Korea. Op allerlei plekken werd daar geschreven, ja, wat we daar moeten hebben is zoiets als Noord- en Zuid-Korea.
Het is geen vrede. De oorlog gaat door, maar daar is een wapenstilstand. En als ze er langzaam en lang genoeg allemaal aan gewend zijn, dan houden we ook op met al te veel te vechten. Je zou kunnen zeggen, à la de Koude Oorlog. Hè? Want uiteindelijk hadden we zoveel akkoorden met de Sovjet-Unie gesloten, dat het eigenlijk, nou ja, het was niet meer een bedreigende situatie. De kans dat plotseling een nucleaire oorlog zou uitbarsten, die was eigenlijk, nou niet nul, want dat is wel heel erg weinig, maar 0,001 of zo, bijvoorbeeld. Maar nee, hoe waren we op dit punt gekomen? Ja, op het punt wat Poetin nu te doen staat. En ja, hoe hij denkt daar een puntje aan te zuigen, weet ik niet. Kijk, het wonderlijke is natuurlijk dat de beide tegenstanders allebei vinden dat zij volledig moeten winnen. En er zijn ook hele theorieën over in hoeverre je nou Poetin kunt laten zitten. In hoeverre je niet toch moet streven naar een beslissende overwinning. Er was ook iemand die had, weet ik hoeveel statistieken nagelopen van wijze waarop oorlogen waren afgelopen. En zei, ja, als je niet radicaal wint, radicaal afrekent met je tegenstander, à la Nazi-Duitsland, niet waar, en Hitler zelfmoord, zal ik nou maar even zeggen, dan loop je altijd het risico dat ze na 5 jaar denken, nou ja, we herstellen de boel, we repareren de zaken, kopen wat nieuwe tanks of we maken wat nieuwe tanks. En zo moeilijk is het dan niet om een tank te maken. En dan beginnen we gewoon weer overnieuw. Op een onverwacht momentje. Hè? Eerste kerstdag of zo. Nou ja, allemaal lollige dingen kun je daarvoor bedenken. Dat is het hele probleem met Rusland natuurlijk. Dus dat we, als je al... Ten eerste kun je redeneren. Het is niet... Het gevaar is niet blijvend ongedaan te maken zonder dat we ze werkelijk verslaan. En Poetin verdwijnt. Of misschien al verdwenen is. Maar goed, dat Rusland daadwerkelijk duidelijk zichtbaar verpletterend verslagen is. Of je moet zeggen, nou, dat zal niet gebeuren. Dat is te moeilijk. Dat is een te grote opgave. Daarna begint het wel een klein beetje naar uit te zien natuurlijk. Dus dan moet je gaan praten. En dan is de vraag, op welke basis ga je praten? En dan moeten we natuurlijk, ja, wil de Oekraïne praten, dat voel je aan je water. Die zullen een schep garanties willen hebben waar je u tegen zegt. Omdat die natuurlijk, net als wij hier zittend in een gezellig tikkelend autootje, de regendruppels, dames en heren, die zullen natuurlijk ook zeggen, we moeten het wel heel erg zeker weten dat we de zaak op kunnen vangen, ja, als het toch weer misgaat. Maar radicaal... Kijk, ik zou zeggen... Is Poetin ooit te vertrouwen? Nee, nooit. Absoluut niet, dat denk ik niet. Nee. Daarvoor is hij te veel de FSB-agent. En heb ik niet al eens eerder gezegd dat ik ergens een stuk las? Het hele huidige Rusland is de wraak van de FSB, niet waar, op Gorbachev. En daar zit wel wat in, denk ik. Ja, maar radicaal afrekenen met Poetin is dus hem helemaal wegjagen uit Oekraïne of ook oprukken richting Moskou? Nou, dat laatste lijkt me niet... Standig. Maar Prigozhin heeft gezien dat het vrij simpel kan. Ik geef toe, als je naar Duitsland kijkt, ja, de hoofdstad van Duitsland in casu Berlijn is langdurig verdeeld geweest in 4 bezettingszones, beslot van rekening. Maar goed, je kunt ook zeggen dat het is simpelweg heel lastig gezien ons wensenpakket en onze mogelijkheden om Rusland op een zodanige manier verpletterend te verslaan. We keken nog helemaal anders aan tegen Nazi-Duitsland dan tegen het huidige Rusland. Of het huidige Rusland veel beter is dan Nazi-Duitsland kun je betwijfelen. Maar het is duidelijk dat het Westen geen zin heeft om, laten we zeggen, de militaire inspanningen te leveren die noodzakelijk waren om Nazi-Duitsland te verslaan. Want dat is natuurlijk nogal wat. Mm. Hè? Mm. Dat zouden we best kunnen. We zouden Rusland best kunnen verslaan. Maar ja, dan zit je ook weer met het feit dat Rusland natuurlijk een nucleaire mogelijkheid is. Ja. Wat vond je van de Amerikanen die al van de plannen van Prigozhin wisten half juni? Nou ja, dat blijkt eigenlijk in voortdurend. Ik moet zeggen dat ik zelf de fout heb gemaakt. Dat ik toen het speelde vorig jaar, dat het of het wel of niet zou gaan gebeuren. Dat de Amerikanen zeiden, ja, het gaat gebeuren, dat weten we al lang eigenlijk. En dat ik dacht, ja, je kunt mij nog meer vertellen. Jullie hebben zo verschrikkelijk gelogen in het geval van de oorlog in Irak en in Afghanistan, dat ik geloof jullie absoluut niet meer.
Maar dat bleek dus in dit geval bleek dat geen verstandige conclusie te zijn. Want het is duidelijk dat ze op heel hoog niveau geïnformeerd zijn over wat zich daar afspeelt en wat de overwegingen zijn. Dat zal misschien ook inspireren aan de Amerikaanse kant tot misschien suggesties aan Zelensky hoe we hieruit moeten komen. En dat ziet voorlopig nog niemand natuurlijk. Nou ja, we hebben in Litouwen binnenkort een grote conferentie van de NATO. Zelensky wil natuurlijk dolgraag lid worden van de NATO, maar het is duidelijk dat een aantal belangrijke NATO-landen daar toch niet zo heel veel voor voelen. Nee. Het zou ook een strijd zijn met de condities van het NATO-verdrag. Want landen in oorlog kunnen geen lid worden van de NATO. Maar goed, daar kun je altijd overheen stappen natuurlijk. Maar ik zie Oekraïne op hele korte termijn geen lid van de NATO worden. Al zou het misschien zo gek niet zijn. Dat was een beetje wat we ten aanzien van Kissinger hebben besproken. Hè? Kissinger zei, maak ze nou lid van de NATO. Want dat is ten eerste afschrikwekkend natuurlijk. Het geeft ze zekerheden en tegelijkertijd kunnen we de Oekraïne ook controleren. Dat was natuurlijk het stapje wat hij maakte, waar je vaak nog niet aan gedacht had. Hè, maar dat inderdaad best interessant is natuurlijk. Maar ik zou niet weten, je moet het al een hele steen. Kijk, je moet aan de Oekraïne, als je gaat praten, laten we dat even aannemen, zulke overtuigende garanties bieden dat ze bereid zijn om te stoppen. Wat voor garanties zijn dat? Die liggen toch op het niveau van artikel 5 van de NATO. Dat een oorlog tegen één is een oorlog tegen allen. Dus ja, het is een heel raar dilemma. Kun je ze dan niet beter meteen lid van de NATO maken als je ze tenslotte toch garanties zou moeten bieden die minstens even stevig zijn als NATO-garanties? Hmm. En je stapt de Amerikanen ook wel dat ze dat niet naar buiten hebben gebracht, die informatie? Omdat ze dan... Ja, ik begreep die argumenten wel, dat de Russen dan zouden zeggen, jullie hebben het zelf georganiseerd. Ja, dat zeggen ze toch. Dus ja. Ja, ja god, het, je weet dat het is een regime wat van Liegen zijn beroep gemaakt heeft. Dus dat is ook zoiets wonderlijks, dat je ook... Hoeveel politici niet wegkomen met lange carrières van onbegrijpelijke, volstrekt onwaarschijnlijke leugens. Trump, Poetin, het is liegen, ze liegen dat het gedrukt staat. Rutte ook? Wat? Rutte ook? Nou, ik denk dat Rutte in zijn eigen kletspraat gelooft. In de zin dat we het nog eens gaan bekijken, nog eens van de andere kant moeten bestuderen, dat er nog even over nagedacht moet worden, nou ja. En die man maakt op mij totaal ook geen competente indruk, die voorzitter. Van de tak? Nee. Het zal aan mij liggen, maar ik dacht bij mezelf, dat wordt niks met die van de takken. Waar lag dat dan aan? Aan de hele klunzigheid die dat drietal uitstraalde. Het Verlossum, kunt u mij horen? Ja, toch nog een gekke dag maandag in Moskou. Openbare leven lag voor het grootste gedeelte stil. Poetin die was ondertussen met de top van het leger bij elkaar om te overleggen. Hij heeft ook een verklaring gegeven waarin hij het Wagner-huurlingenleger prijst. Hij zegt, jullie hebben de enige echte juiste keuze gemaakt door die opmars te stoppen. En van Prigozhin, ja, horen we eigenlijk niets meer. Hij heeft nog de groeten gedaan. Maar ja, wat er nou precies is afgesproken en of die echt in Belarus is, dat blijft nog een beetje gissen. Ja, ik blijf heel benieuwd naar wat precies Prigozhin zal eisen. Dat is voor mij eigenlijk het punt van... Ja, wat wil die precies? Ja. Ja, ik ga ervan uit dat hij niet zich dood gaat vechten tegen grote eenheden van het Russische leger. Ja. Dus ja, wat wil die? Wat is zijn eisenpakket? Ja, als je er meer over wilt weten, dan check ook het luisterboek Russische agressie. Meer in ieder geval over de Russische agressie door de jaren heen in algemene zin. Dat luisterboek staat in de show notes. Nog even iets anders. Jij bent ook door de Telegraaf en de NOS benaderd om vragen te beantwoorden over dat congres van Dennis Wiersma. Ja, hij is tenslotte toch gesneuveld. Niet waar? Ja, door eigen toedoen zou ik zeggen. Ja, wij bevonden ons op dat congres, maar toen was Wiersma al lang weer weg. Ja. En ja, daar schijnt hij zich ook misdragen te hebben. Ja, dan wordt het een beetje stapelen natuurlijk. Want zelfs de VVD-fractie had al gezegd dat hij de laatste waarschuwing had, weet je nog wel. Ja. Hij had de laatste waarschuwing gekregen. Ja, er gebeurde het weer. Dat is natuurlijk een beetje raar.
Ja, ja, god, het is duidelijk dat, dat zijn agressiehuishouding niet op orde is. En, dat moet haast dat wel. Dat hij bij het minste of geringste ernstig geïrriteerd raakt. Ja, want als je toch... Stel dat je toch zo onder vuur ligt en je komt op zo'n congres en mensen weten van, hé... Dan doe je toch poeslief. Ja, dan doe je je best. Heb je toch een ruikertje bij je en zo. En je zoent de aanwezige gezagsdragers enzovoort enzovoort. Maar dit was weer helemaal misplaatst, als ik het goed begrepen heb. Wou die meteen op het toneel en wou die meteen een andere orde van de dag organiseren. Dus ja... Dat viel niet goed, dat is wel duidelijk. En die presentator die op het podium stond, dat fragment lieten ze van de week ergens zien, die vroeg hem nog van hoe vindt u het nou dat u zo in het nieuws bent? Hij vond helemaal niet fijn, want hij had het helemaal niet zien aankomen. Nee, het was al te veel, denk ik. En dit was de laatste drup die de emmer heeft doen overstromen. Het verbaast mij niks dat hij tenslotte... Nee. Had zich ook al ziek gemeld, toch? Eind vorige week. Ja, klopt. Of was het deze week? Nee, goed, dat ben ik erbij. Ja, dus gesneuveld. Door eigen toedoen. Dat is het probleem ook. Dat dit altijd begint met leugens. Namelijk, het was een incident. En het was niet eerder voorgekomen. En toen bleek natuurlijk dat hij als Kamerlid, staatssecretaris, eigenlijk al een hele sleep van dit soort van incidenten met zich meetrok. Dus ja. Hij zal iets anders moeten doen. Is dat nou een burn-out? Was hij overspannen? Dat is mij voorkomen duister. Was hij als jongen ook al zo opvliegend? Heeft hij op school zijn kameraden op een bek geslagen? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, in een dergelijke functie kun je dit gedrag niet permitteren. Nee. Zou het ook nog zo kunnen zijn dat hij zo ambitieus is en dat hij zo graag iets wil veranderen in dat onderwijs, wat natuurlijk ook geen makkelijke wereld is? Dat hij gewoon dacht, ik druk het gewoon door en daar hoort af en toe een beetje agressie bij? Daar geloof ik niks van. Nee, daar geloof ik niks van. Je gaat niet schreeuwen. Je kunt misschien wel eens een keer met de vuist op tafel slaan, maar je gaat niet voortdurend zitten schreeuwen. En ook natuurlijk dat obsessieve gedrag met die social media, dat die lui de hele dag achter de vodden werden gezeten om een vrij positief beeld van hem neer te zetten in de social media. Dat is natuurlijk een beetje obsessief gedrag. Vind je dat hoort bij belastinggeld? Dat met belastinggeld gefinancierd moet worden, zo'n functie? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik zou sowieso zeggen, zou het niet verstandig zijn om zwart te wieden in het publiciteitsbedrijf in Den Haag? Want je hebt die cijfers toch ook wel eens gezien. Dat gaat om honderden en honderden mensen die de hele dag bezig zijn om gunstige publiciteit te genereren. Betwijfel de effectiviteit van dat enorme apparaat, wat natuurlijk de neiging heeft te voortdurend te groeien in tal en last. Je zou nog kunnen bepleiten, transparantie wordt daarmee gevorderd. Ja, in feite is natuurlijk, wordt dat bekostigd door de overheid? Ja, dus door ons. Ja. Zonder meer. Het is denk ik wel uit de hand gelopen en bij hem zie je dan nog weer een verder stadium van uit de hand lopen. Ja. Sowieso lijkt het mij dat elke politicus die voortdurend gepreoccupeerd is met de positiviteit van zijn beeld in de media, dat die op de verkeerde weg is. Hij werd toch ook wel geroemd, hè, Wiersma, om bepaalde voor sommigen en de anderen helemaal niet. Kijk, dat er ongelooflijk veel mis is in het Nederlandse onderwijsveld. Ik bedoel, dat is zo klaar als een klontje. Er zijn weinig mensen die dat bestrijden en vooral ook natuurlijk omdat uit objectieve cijfers blijkt. Ja, dat de effectiviteit van met name ook ons lager onderwijs heel beperkt is. En eigenlijk steeds slechter en slechter wordt. Dus vraag jezelf, hoe komt dat? Hoe komt het dat vroeger beter was? Was het vroeger beter georganiseerd? Werden er vroeger andere methodes gebruikt? Tal van vragen die, ik zou zeggen, nogal voor de hand liggen. En die wel leuk, waarvan het leuk zou zijn als ze beantwoord zouden worden. Je begrijpt dan waar dat in mijn geval toe tendeert. Ja, vraag je ze af waarom we het vroeger wel konden en nu niet. Wat deden we dan vroeger anders dan nu? Vraag je dat eens af. Allerlei dingen doen we nu anders dan toen. En nou, kennelijk hebben die heel slecht uitgewerkt. De klassengrootte hebben we al eerder besproken in dit verband. Dat is sowieso natuurlijk een drama. De kindertjes zijn ook anders dan vroeger. Vergeet dat niet. De kindertjes zijn veel lastiger en drukker. Nou ja, je weet, de kinderziel mag niet gekwetst worden, dus dat behouden ze zich op misschien wel heel erg ruimhartige wijze aan. Mm, ja. Fractievoorzitter van de VVD wordt nu genoemd als opvolger van Wiersma. Hoe heet ze ook alweer?
kom even niet, nou, zul je weer net zien, kom je weer niet op de naam. Dame met de krulletjes. Franse. Dochter van. Ja. Nee, niet Franse. Weet ze nou? Ja, ik begrijp wie je bedoelt. Nou, ik moet het wel even opzoeken hoor. Het is wel triest dat we dat niet weten. Die heeft kennelijk de publiciteitschef die iets minder effectief is. Nou, ja, precies. Het is toch veel in het nieuws? Ja, ze heet toch Fransje van voren? Nee, ze heet anders. Ja? Ik ga het even optikken nu. Dan hebben we meteen het is niet zo best dat we dat niet weten. Nee, dat komt door de hitte, denk ik. Of door fractievoorzitter van... Daar kom ik al de Zijlstra weer tegen. Nee, Sophie Hermans. Sophie Hermans. Ja. Ja. Ja, het lijkt mij een vervelend soort van opvolging. Eerlijk gezegd, je stapt erin. Hoe lang heeft dit kabinet nog te gaan? Een jaar of twee of zoiets? Mm. Ja, dan moet je eerst een hoop gaan pangen ruimen. Je moet je positie verzekeren. Zij is, dacht ik, niet een van de meest geharnaste en daadkrachtige straatvechters die de VVD in voorraad heeft. Overigens alleen maar een voordeel, wat mij betreft. Ik zou het niet ambiëren, laat ik het zo zeggen. Een ministerspost in zijn algemeenheid? Ik überhaupt niet veel, dus tegenwoordig. Dus ik laat het aan mij voorbij gaan. Bedoel je een ministerspost in zijn algemeenheid of specifiek op deze onderwijsportefeuille? Nou, wel specifiek op de onderwijsportefeuille. Ja, dat zijn al hele grote problemen die in feite niet zijn aangepakt. Je kunt natuurlijk 1, 2, 3, als je even net met de ministersploeg kijkt, kun je de portefeuille zien waar je natuurlijk makkelijk en snel beschadigd zou kunnen raken. Denk eens aan landbouw, het eerste slachtoffer is al lang geweest. Er is een nieuwe minister die natuurlijk weer, nu is dat akkoord is geknald, hè, door dat stomme LTO, wat niet verstandig geopereerd heeft. Ja, het akkoord was voor 95% goedgekeurd. Dan ga je er toch voor, wat is dit nou weer voor prutswerk, wat voor angsthazerij, gekluns, incompetentie. Niet waar de lichte feiten, omvangrijk akkoord, de mogelijkheid bestaat, dan tas je toch even door. Dat LTO, wat zijn er nou voor rare angsthazen, hè? Doodsbenauwd voor die radicale boerenachterban. Pak het aan, doe eens wat, hè? Tras sowieso dat eindeloze gelul over zo'n akkoord, kom op. Het schort aan vertrouwen, zei iemand. Hij zegt, van als je zo lang 7 maanden met elkaar gaat praten over zo'n kleine details, dan schort het aan vertrouwen. Want ja, je wil alles als je zo lang 7 maanden met elkaar praat en er ligt 25% van akkoord en je zegt nee, dan is dat meer dan schort aan vertrouwen. Dat is ook totale incompetentie. En die man maakt op mij totaal ook geen competente indruk, die voorzitter. Van de tak? Nee. Het zal aan mij liggen, maar ik dacht bij mezelf, dat wordt niks met die van de takken. Waar lacht dat dan aan? Aan de hele klunzigheid die dat drietal uitstraalde. Met het drietal bedoel je die mensen om van de tak heen? Van ja, de die natuurlijk dat dan die onderhandelingen natuurlijk gezamenlijk moesten doen. Ja. Neem aan dat van de takken niet van alle details op de hoogte. Nou, het is een ledenvereniging, hè? Dus hij moest natuurlijk weer met wat hij van die onderhandelingstafel bereikte, moest hij weer terug naar de achterban. En daar waren ze heel kritisch, tenminste die 30% want de achterban, wat heb je gezien? Die zijn van, het was goed dat ze ermee gestopt zijn en net. Niet allemaal, hè? Want er stonden toch best wel wat goede dingen. Nee, dat heb ik al, want het waren ook hele complexe tafels, hè? Het woord tafel, dat was een hoofdtafel. Te ontwikkelen in een soort wereldhistorische weg die mij niet lief is. Ja, dat je zelf zegt, we gaan aan tafel zitten, dat je al direct denkt aan talkshows, onderhandelingen in de landbouwsector. Dat je denkt, ik heb al de honger, verraad mij als ik aan tafel moet gaan zitten. Want dat zeggen ze ook bij de talkshows, hè, een leuke tafel. Vreselijke term ook weer. Ja. Vreselijk. Maar bij dit akkoord hadden ze een hoofdtafel. Dat is opiniemaker. Dat is ook zoiets verschrikkelijks. Dat ben jij wel een beetje. Ja, hè? Maar dat wil ik absoluut niet zijn, opiniemaker. Wat een ongelukkige woordcombinatie vind ik dat. Hmm. Maar nog even terug naar het landbouwakkoord. Je had dus die hoofdtafel en allemaal, zijtafels. Ja. En daar ging het geloof ik wel redelijk, hè. Want er zaten ook natuurorganisaties, iedereen die erbij betrokken was, die moest erover mee praten. Er was best vrij veel consensus. Maar goed, als er 95% ligt, dan zeg je, en je hebt er maanden over zitten lullen, dan zeg je ja. Dan moet ook tenslotte natuurlijk iets gebeuren. Nou, ik vond de oud-voorzitter... Bovendien verlies je nu je greep op het proces natuurlijk. Ja.
Want de overheid zal zeggen, ja, je kunt verder de pot op, maar nu gaan we onze eigen maatregelen precies nemen. Piet Adema, de minister, die zei van, ja, ze moeten nu niet denken dat omdat we op die punten akkoord hebben, dat we daar dan wel op voort gaan borduren. Nee, we gaan nu zelf kijken wat we willen. En dat kan man, vrij... laten ze toch eindelijk die stikstofboel eens aanpakken. Ja. Wat een triest gekluns. Wat een klunzig geschuifel en gepruts. Het is verschrikkelijk gewoon. Want ze zijn best wel bang voor Tjeerd de Groot van D66, die natuurlijk in de coalitie zit, dat die nu meer grip gaat krijgen op wat er uiteindelijk gaat komen. Ja, dat is toch die man van halvering van de veestapel. Juist, ja. Ik denk dat dat op de lange termijn niet nodig is, maar ja, dat er een radicale aanpak en sanering noodzakelijk is, dat begrijpt iedereen. Nou, dan kun je eindeloos lullen en schuifelen en in je neus peuteren. En nog eens je neus snuiten, maar tenslotte zul je er iets aan moeten doen. Mm, ja. Al is het ook maar op basis van allerlei akkoorden en beloftes die door de overheid zijn getekend en gedaan. Ja, vanuit Brussel bedoel je onder andere. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik vond de oud-voorzitter van LTO nog wel, die zei van eigenlijk had Van der Tak had hij het tot het gaatje moeten uitonderhandelen en dan had hij het mee moeten nemen naar de leden en dan had hij gezegd, stem er maar over. Kijk maar wat eruit komt. Nou ja, oké, maar dan kun je niet van de leden de schuld geven. Ja. Nu krijgt Van der Takke de schuld die gewoon ja, 's avonds of 's nachts wakker werd en denkt, oeh, god, wat gaat er gebeuren? Oh, er komen de trekkers op straat. Hoe is mijn tuin veilig voor trekkers? Wat tegen zijn vrouw zei, kijk eens naar buiten of er al een fakkeldrager staat, bij wijze van spreken. Maar nu is hij dus de onbetrouwbare. Ja, want we moeten ook ophouden met ons te laten intimideren door dit soort van radicalinskies. Ja. En want het is meer een deel van die achterban, die boerenachterban, was valt best mee natuurlijk. Precies. Je leest af en toe toch ook zo'n stuk in de krant. Van zo'n boer die zegt, ik heb daar niks mee met al dat radicale gepraat. Ja, en dus die kleine groep die gewoon heel veel lawaai maken, die zijn heel vocaal. Ja, je weet, zo gaat het in deze wereld. Voordat je pap gezet hebt, hebben ze de macht overgenomen. En dan blijkt het altijd erger te zijn dan het voor die tijd was. Ja, dus wie de grootste bek heeft... Denk aan de Bolsjewieken, denk aan allerlei andere revolutionairen. Voordat je het weet, hakken ze Jan en Alleman zijn kop af, hebben ze goelags ingericht. En nou ja, ben je in feite de sigaar, want raak ze maar weer eens kwijt. Hè? Ja. Ook een probleem wat we toch ver vaak genoeg hebben besproken. Ja. Raak zo'n Erdogan maar eens kwijt. Hè? Nou, ik vind het heel wel jammer, want de Rutte die zei dus gemiste kans. Maar er was ook een professor van de Wageningen Universiteit, die zat er door te lezen dat akkoord. Hij zegt, hier staan echt heel veel goede dingen in, zonder dat ze hier niks meer gaan doen. Nogmaals, het is wel naar mijn idee inderdaad van lafhartige incompetentie. Ja. En van als je toch met die mensen gaat onderhandelen en je komt tot een resultaat van 95%, dan zeg je niet, nee jongens, die 5%, nee, het is vreselijk. Het is over een mier in mijn rechter schoen zit, ik doe het niet. Mm. Ja. Nee, ik vond het onbegrijpelijk. En dan gaat het onder andere ook over het vee per hectare. Hè? Daar wordt dan ook naar gekeken, die hoeveelheid. Nou ja, kijk, we hebben het in Nederland te veel vee. Daar moet je niet moeilijk over doen, dat hebben we. Hè? Stoken weer 14.000 varkens, 4.000 koeien en ga zo maar door. En dan heb ik de kippen, die zijn ontelbaar. Ja, dat is te veel. Dat die boeren boos zijn dat het nu afgeremd gaat worden, dat vind ik allemaal heel begrijpelijk. De overheid heeft natuurlijk decennia lang gekoerst op schaalvergroting en rationalisering van de landbouwindustrie. Want het is een industrie. Het heeft niks te maken met gezellige boeren, nietwaar, met polstok hoog springen en die het geitje gaan aaien elke ochtend. Dat is allemaal lulkoek natuurlijk. Het is gewoon een industrie. En zit net zo goed als ons agrarisch landschap een industrielandschap is geworden. Ja. En wat wij niet zien is dat er hele grote bedrijven achter zitten die mede bepalen wat hier nu uitkomt. Hè? Dat speelt een belangrijke rol. Die hebben natuurlijk ook in de financiering van de protesten een rol van betekenis gespeeld. Dat is volgens mij allemaal keurig uitgezocht. Dus ja, maar ja, dan kan de modale stemmer kiezen. Die dat ook allemaal niet van dichtbij volgt, waarschijnlijk niks schelen. Mm. Ja. Al waren wel ook bijvoorbeeld de Rabobank bereid om flink mee te betalen aan dit landbouwakkoord. Ja, nou kijk eens even. Nou ja, miljarden lagen klaar. Het blijft volkomen onbegrijpelijk. Ja. Al werd er wel even gezegd van dat geld. Nou, dat is, weet je, voordat dit echt in de praktijk komt. Ze hebben jaren verder, zit er weer een nieuw kabinet. En dan moeten we dan weer kijken hoeveel geld. Ook dat, dit zijn toch allemaal lange termijn processen. Maar ooit moet je ergens beginnen. Ja. Moet je een besluit nemen. En daar ontbreekt het aan. Dus Van der Tak vind je ook laf? Ja, wat een prutser.
Ik weet niet hoe oud hij is. Hij leek me ook al behoorlijk aan slijtage onderhevig. Dus ik zou zeggen van de takken. Hij heet Van de Tak, hè? Wat? Van de Tak heet hij volgens mij. Van de Tak? Ja. Oké, okay, Van de Tak. Sjaak van de Tak. Sjaak van de Tak, ga met pensioen. Ja. Schijnlijk. Zeggen ze ook al tegen mij, dus. Ja, maar jij bent het al. Ja, ik ben al jaren met pensioen. En zoals je weet bevalt het mij uitstekend. Ja. Niet zo fijn. Dat was toch een van de brievenschrijvers die schreef dat het is een toptijd, de pensioentijd. Ja, daar ben ik wel. Dat is ook trouwens, dat blijkt ook uit onderzoek. In het algemeen blijkt uit onderzoek dat mensen eigenlijk vaak hun jeugd helemaal niet zo verschrikkelijk leuk vinden. En dan, het leven dat valt meestal wel mee. Wat altijd licht tegenvalt is dat mensen dan altijd verlangen naar een vaste partner. En die hebben ze dan tenslotte en dan krijgen ze kinderen en dan. Dan zakt het geluksniveau wat aanvankelijk omhoog is gegoten is. Dat zakt weer een beetje terug. En dan is natuurlijk de middelbare leeftijd is natuurlijk vaak een probleem wat mensen erachter komen. Ja, dit is het zo'n beetje. En de kans dat je nog directeur van het bedrijf wordt of dat je nog een grote uitvinding gaat doen, dat is allemaal niet zo. Dus je moet je erbij neerleggen. En dan de mooiste tijd is natuurlijk met pensioen, want dan heb je je erbij neergelegd. Ja, wat kun je nog anders doen met je dan achter in een autootje zitten en net doen of je alles weet. En even een slokje van dit water waarvan ik jammer genoeg de naam niet kan noemen. Maar je doet echt nog heel veel, hè? Want je bent bezig met dat boek voor je 80ste verjaardag. Ja. En je bent bezig met De Slimste, met Emma Wortelboer. Ik werk gewoon. Veel lezingen. Maar ik ben bij mijn pensioen. Ja. Maar je doet wel allemaal dingen die je leuk vindt. Ik doe nooit iets wat ik niet leuk vind. Behalve ongelukkigerwijs niet waar dat je soms naar Amsterdam moet om iets te gaan doen wat je leuk vindt. En daar moeten we zo nog wel iets over zeggen. Want dat de reacties waren weer, overigens waren er nogal wat reacties die zeiden, hij heeft groot gelijk, het is hier een zootje. Maar er waren toch ook weer de bekende reacties. Wat een lul. Kan hij niet in het openbaar vervoer. Wat een zeurkous. De Felix Meritis is heel gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer enzovoort. Daar wil ik dus zo nog wel iets over zeggen, eerlijk gezegd. Ja, dat mag het ook meteen doen. Oh, laten we het meteen doen, ja. Overigens, het is ook wel gek. Ik zit gewoon in mijn eigen straat te kijken. En dat is best een leuke straat eigenlijk. Ja, dit is een supermooie straat, moet ik echt zeggen, met die mooie bomen. Ja. Hoe oud zijn die bomen hier, weet je dat? Deze, die acacia's zijn nog helemaal niet oud. Je moet je denken wat er stond. Er stond een gigantische iep van 100 jaar oud. Die heeft de iepziekte gekregen. Sterker nog, stonden er twee. Ik had van de week Eén stond bij mij voor de deur, die iep. Dat is op zichzelf wel interessant. Die was zo groot, die had ook zo'n stamomtrek van een meter of twee, schat ik. Dus dit is eigenlijk een vrij jonge boom die je nu ziet staan. Die acacia is een harde groeier. Maar die boom was eigenlijk een natuurmonument op zichzelf. Ja. Want die zat helemaal vol met vogeltjes, boomkuipers, boomklevers, vier soorten mezen, eksters, echt van alles en nog wat. En dan gaat zo'n boom om en dan een aantal van die vogels die verdwijnen gewoon. Maar dan zie je dat alleen al de bast, die had natuurlijk een hele dikke, ingewikkelde, geprofileerde bast. Dat is voor vogels echt een zegen. Die zitten vol met kleine beestjes en... Ja, ik mis hem nog elke dag in allerlei opzichten. Ik was van de week bij een lezing over bomen. En dan zei die deskundige, die zei een boom heeft een groeifase van 300 jaar. Dan leeft hij 300 jaar en dan heeft hij een afstervingsfase van 300 jaar. Ja, dus daar zitten we op een 1000 jaar, niet waar, een millennium. Maar veel bomen in de stad halen dat niet. Ik denk dat de oudste stadsboom in Nederland, nou, als die 150, 200 jaar oud is, is het veel, schat ik. Stadsbomen hebben veel te lijden natuurlijk, dat ze normaal niet hebben. Ik denk dat je in het vrije veld, je hebt in Limburg zo'n boom die ik meen inderdaad 900 jaar oud is. Dat is volgens mij een iep, waarbij ook zeg maar de oorspronkelijke iep eigenlijk niet meer leeft. Een soort omhulsel is en daarin is vanuit natuurlijk dezelfde wortelconstructie neem ik aan een jonge iep ontpopt, hoe moet je dat zeggen, ontschoten. En dat hele complex is 900 jaar oud. En je hebt bijvoorbeeld bij kasteel Amerongen, daar heb je een paar hele indrukwekkende eiken. Die zijn van de late 17e eeuw. Dus die zijn in feite nu 17, die zijn minstens 250 jaar oud. Er staat ook al een bordje op dat ze
met zorg behandeld worden. Als je dus een dikke, dikke eik wil zien, ga daar kijken. Ja. Merk jij hier ook de verkoeling door de boom? Want het staat garant voor zoveel airco's in zo'n boom. Dat schijnt zo te zijn, maar ik vond het of ik heb eerst boodschappen gedaan. Ik vond het nog vrij warm al met al. Ja, morgen nog warmer. Is dat zo? Ja, ziet, als ik even kijk naar mijn studeerkamer, zie je dat ik het gordijn dicht heb gedaan. Oh ja. Om die instraling te voorkomen. En ik heb de airco staat aan. Maar was dat wat je wilde vertellen over jouw straat? Want je zei, kijk mijn straat in. Nee, het was iets wat heb je dat nooit, dat je even plotseling iets ziet van jezelf of waar je bent. En dat je dat, alsof je ineens afstand neemt daarvan. Dat je buiten jezelf keert. Nou ja, zo dramatisch is het nou ook weer niet. Maar dat je plotseling objectiveert eigenlijk de situatie. Ja, dat kan me en dus al objectiverend en door dat hoofdsteuntje van jou heen kijken, dacht ik, wat een leuke straat is het toch. Ja, dit is echt een hele mooie straat. En er zijn dus ook mensen die als ze in Utrecht zijn hier even doorheen wandelen, omdat wij het dus noemen, hè? Frans Halsstraat in Utrecht. Ja, het is een hele mooie straat zonder meer. Ja. Ja, die pedaan, die acacia's aan het begin, die zijn er vrij beroerd aan toe, maar goed. Ik vind trouwens ook, hadden we het laatst over, dat als je dus hier de hoek omgaat, je bent zo in het Wilhelminapark en in het centrum van de stad. Ja, het is natuurlijk van hier naar het begin van het Wilhelminapark is nog geen 100 meter. Echt een hele, hele fijne, leuke plek in de stad. Zeker. En geen festivals, hè, in het Wilhelminapark. Godzijdank. Want in Lepelenburgpark was weer een of ander food truck festival of iets met een kermis of iets dergelijks. Food truck festival, dan weet je het ook al. Maar ook hier volgend jaar de mensen van opruimen hebben moderne Nederlanders geen verstand. Ik weet, dit is opa verteld, maar vroeger was het ook alweer vroeger van laat niet de schillen en de dozen als rest van het verpozen zo. Nou goed, maar het is een heel ingewikkeld. Waarom zou je rotzooi niet gewoon opruimen? Neem desnoods zelf een vuilniszak mee of zo. Je laat het toch niet gewoon overal liggen, je zooi. En vaak zijn die brave prullenmandjes die er staan, zijn dan vol na zo'n warme dag. Ja, ik zou zeggen, dan leg je toch niet alles op een hoop eronder, met alle gevolgen van die natuurlijk. Omdat dat zich vanzelf weer verspreidt. Maar goed, dat wou ik allemaal helemaal niet zeggen. Dit allemaal naar aanleiding van het feit dat ik door jou hoofdsteun heen naar mijn eigen straat kijk. Want ik wou iets zeggen over de verwijten in mijn richting dat ik, wat een sufkop, wat een zuurkous. Openbaar vervoer, dat is het antwoord op dit soort van problemen. Wie wil er nou met een taxi naar Amsterdam, daar ben je sowieso al geestelijk gestoord. Elk normaal fatsoenlijk mens gaat met het OV naar Amsterdam. Heel makkelijk te bereiken, absoluut geen probleem. Goed. Er was ook iemand die zei, in de jaren 70 was dit al hetzelfde, hè, dit probleem om met de auto naar Amsterdam te gaan. Daar zit wel iets in, ja. Maar in ieder geval was het 20 jaar geleden al zo dat je nooit een parkeerplaats kon vinden in Amsterdam. Dat vaak ook tot mijn stomme verwondering. Ik haat parkeergarages, maar die waren vaak ook vol. Kortom, maar eerst even in algemene zin. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. En het is een van mijn favoriete negatief gestemde onderwerpen. Dat is namelijk de linkse illusie, want het is vooral een linkse illusie, dat met het OV, dat het OV zo geweldig is dat je eigenlijk de auto helemaal niet nodig hebt. Dat die auto eigenlijk een zinloze, luxueuze verspilling is. Maar het OV is helemaal niet toegesneden op oudere mensen die bijvoorbeeld met een stok of een kruk lopen, of die met een rollator lopen, hè? Laten we eens even aannemen ik ben nog redelijk ter been. Hè? Maar stel voor dat ik met een kruk loop. En ik zou moeten gaan spreken in Felixmeer, het is in Amsterdam. En op advies van al die bedweters, niet waar, in de sociale media, zou ik met het openbaar vervoer gaan. Dan moet ik eerst hier op lijn 8 stappen. Ik moet op tijd zijn, dus ik sta er zeker wel 5-6 minuten te wachten tot lijn 8 komt. Dan moet ik naar het station. Volgens jou een kwartier, volgens mijn berekening minstens 20 minuten. En dan moet ik in het station, moet ik uit lijn 8 met mijn kruk op een roltrap. En dan zeg je, ja, een roltrap, ik bedoel, dat is voor elk jong, normaal bewegend mens de normaalste zaak van de wereld. Ze zien niet eens dat het een roltrap is. Hè? Maar voor iemand met een kruk of eventueel met een rollatortje is dat natuurlijk een enorme hindernis. Dat is ook een lift. Sterker nog, voor mij is het al een heel benis, want ik sta toch beneden en ik, oeps, ja, mijn voet erop en dan naar boven.
Dat is ook een lift, maar dan moet je zoeken naar de lift. Want die is op een hele andere plek vaak. Vaak enkele tientallen meters daarvan verwijderd zonder dat er een bordje staat richting de lift. Dan moet je, als je nou in de hal van het station in Utrecht aangekomen bent, moet je honderden meters naar het oosten lopen om naar het perron te gaan waar de trein voor Amsterdam vertrekt. Dan moet je daar, dan wordt ook voortdurend door die lui op het internet gesuggereerd, al het OV staat voor u klaar, meneer Van Rossum. Dus ook in Utrecht, er is bekend geworden, Van Rossum komt eraan. Laat de houten trein even tegen tot hij zo meteen zo door kan lopen erin. Nee, zo werkt het helemaal niet, meneer. Je moet wel even wachten als er al een trein komt, als die al niet te laat is. En dan ga je in de trein. Mijn ervaring is dat het vaak zo vol is in de trein, dat je ook met je eerste klas OV-kaartje moet staan op het balkon. Daar sta je, met je kruk. Hè? Ik heb nog steeds een kruk bij me. Dat is wel een ervaring van 10, 20 jaar geleden, hè, jouw treinervaring. Zonder meer. Nou, nee, vrouw, die is relatief recent. Ik bedoel, die is niet meer dan 5 jaar oud. Denk je dat het ondertussen beter is geworden? Nee, want dan rij je minder treinen dan 5 jaar geleden, heb ik begrepen. Dan kom ik aan in Amsterdam. Een overvol station, in mijn ervaringen, een overvol station. Vaak sta je als de twee Intercity's samen aankomen op zo'n perron, sta je 7 minuten in een klont die helemaal niet meer beweegt. Dan moet je het station uit en dan moet je naar de tramhalte. 1 of 2 denk ik dat het in dit geval is. Daar moet je op wachten. Dan is het vaak zo dat de tram zo ongelooflijk vol is dat je daar ook weer moet staan. En daar sta je weer met je kruk. En dan tenslotte stap je uit waarschijnlijk in waar is het, de Vijzelstraat of zo. En dan kun je dan op de Keizersgracht oplopen met je kruk. Hoe lang duurt dit allemaal? Zullen we eens wat zeggen? Een 30 minuten, 3 kwartier. Dus dan zitten we nu op 1 uur en 1 kwartier. Dan moet je weer wachten. Dat is nog 1 kwartier. Dat is 1,5 uur. Dan nog in de tram. Dat was geloof ik een kwartier. Dan ben je, bent zonder, voordat je het weet, met wachttijden ben je 2,5 uur kwijt. Om van hier te komen naar je adres in Amsterdam. Een taxi onder normale omstandigheden in een stad die althans het minimum aan autoverkeer faciliteert, die doet daar in totaal 40 minuten over op zijn best. Denk je nou werkt dat iemand, ik heb het nog net gezegd, ik werk nog. Want wacht even, wat we nog niet vermeld werd door al deze ongelooflijke AOV-adepten, is je moet weer terug. Hè? Hetzelfde van hetzelfde laken en pak. Je moet weer terug eerst in die klote tram die vol is. En dan moet je dus hier door die menigte boksen daar op het Centraal Station. Dan moet je in de trein naar Utrecht. Hopelijk kun je zitten. Zeer de vraag. En dan moet je in Utrecht weer dat hele eind lopen naar lijn 8. En dan moet je met lijn 8 weer terug hier naartoe. Wat ook nog een hele tijd duurt. Dit is simpelweg volkomen irreële kletspraat. Niemand gaat 2,5 uur reizen om een spreekbeurt in Amsterdam van 1,5 uur te verrichten. Ik zou dus volgens deze meneer, want het was een meneer van bescherming van de Amsterdamse binnenstad of een soort van zo'n dingetjes. Je bent al heel gauw 5 uur kwijt om 1,5 uur te spreken. Is dat realistisch? Nee. En nogmaals, nu mensen die moeilijk ter been zijn. 80ers, ik ken massa's 80ers die allemaal moeizaam lopen of beperkt. Ja, je hebt er ook bij, nietwaar? Zo kwiek als een konijn, maar dat zijn er niet zo verschrikkelijk veel. Het OV is geen oplossing voor de ouderen wordende babyboomers. Daar moet je zorgen, als je dat wil, als je zegt het moet autoluw allemaal, prima, autoluw. Maar dan moet het OV ook wel een zeer grondige, totalitair werkende opknapbeurt hebben. En niet zoals nu, maar heel partieel functioneren. Wat denk je van al die bushaltes die gesloten worden? Er was ook nog een man die zei, misschien moet je met het bootje gaan. Alles is goed per boot bereikbaar. Ja, dan moest je ook eerst naar Amsterdam-Noord en dan kon je met een bootje of zo. Nou, dat leek me ook al vrij complex allemaal. Dus dat ga ik ook helemaal niet. Nee. Het is toch de normaalste zaak van de wereld dat je met een taxi naar je spreekadres gaat. Dat heeft gewoon te maken met rationaliteit, met werken. Met normale mensen die normale dingen doen. Ja. Geen mens gaat om 1,5 uur te spreken en Felix Meritjes in totaal 5 uur in het OV zitten. Ja. Het OV in Nederland is helemaal niet zo geweldig.
Sterker nog, de trams in Wenen rijden met aanzienlijk grotere frequentie. Ik kom ook nog in een reactie. Denk ik. We hebben op die podcast veel reacties gehad. Ook even van de man van Philips. Die zei, al mijn medewerkers vinden ook hetzelfde. Maar de baas heeft verboden om te zeuren over hoe slecht het per auto brengt. Ja, maar het feit is natuurlijk dat Philips volgende keer een besluit moet nemen over een vestiging. Dat hij zijn kantoor niet in het centrum van Amsterdam vestigt. Ja, ze zitten in Zuid volgens mij, hè, met die toren. Ja, dat is Zuid is heel wat anders. Want daar heb je vaak natuurlijk een fors parkeerterrein bij. Ja. Kijk, zodra er een fors parkeert, dat heb ik toch ook gezegd. Ja, als je een conferentie wil houden, kijk dan in de buitenwijken. Ja. Waar ruime parkeermogelijkheden zijn. Nou, daar ben ik wel met je eens. Want het is vanuit hier, is het naar Zuid, is het denk ik inderdaad half uur, drie kwartier. Maar je moet, als je aan de rand van de stad bent, moet je zeker nog een half uur moet je erbij rekenen om echt op je locatie in het centrum te komen. Maar heel wat meer dan een half uur. Zeker wanneer je dus de hele Stadshouderskade afsluit. Ja. Ja. Ja, en na al dat gevogel, niet waar, met dat systeem. Waar we tenslotte eindelijk op die Keizersgrachten arriveert, staat dat is de boel simpelweg zonder enige bord, zonder enige verklaring afgesloten met vijf pilonnetjes. Ja. Dus je was best wel boos door de reacties die je gelezen hebt. Ja, ik was wel boos over de reacties. En laat links nou eens ophouden met dat gezeik dat alle problemen opgelost kunnen worden met het OV. Het OV in Nederland, sorry, is voor tachtigers die moeilijk lopen, niet waar, die niet meer jong zijn. Een heel vervelend systeem, anders kan ik het niet noemen. Tijdrovend, complex en onaangenaam. Er was wel ook iemand die dacht dat klopt. In Utrecht is het ook niet makkelijk om met de auto in het centrum te komen. Ja, sterker nog, het Utrechtse centrum rond het station is natuurlijk een van de meest succesvolle doolhoven die ooit in de wereld georganiseerd zijn. Ik ben dan al zo'n 11 uur 's avonds verdwaald. Ik kon er gewoon niet meer uitkomen. Met je auto? Ja, hoe lang zijn ze daar al bezig? 100 jaar. Ongelooflijk werkelijk. Dat was een paar jaar geleden. En ineens de boodschap ging al 3 jaar langer duren. Ja. Ja, als ik denk als we vanuit hier, dus van de Frans Halsstraat naar het centrum willen, zijn we zo ook een half uur onderweg. Als ik mensen naar het station breng, wat ik in enkele maal doe. Dan met de auto. Dan ben je dus heen en terug bij het. 2 keer een kleine 3 kwartier kwijt. Dus dat ben je dus bijna 1,5 uur kwijt. Ja. Dan zijn er mensen die als ze op tijd in hun trein zijn gestapt, die zijn al in Eindhoven, bij wijze van spreken. Ja, dan ben ik weer terug hier met de auto in de straat. En dan heb ik moeite om te parkeren. Maar vind je dat goed beleid? Want het is natuurlijk allemaal bedoeld om minder mensen met die auto daar naartoe te sturen. Daar ben je het dus niet mee eens. Ik begrijp best dat je de binnenstad van Amsterdam autoluw wil maken. Maar begrijp de consequenties dan. Dat betekent dat je openbaar vervoer tip-top georganiseerd moet zijn. En niet alleen het openbaar vervoer met de tramlijn 1 naar de Wijzelstraat of waar dat ding heen gaat. Ja. Maar dat betekent ook dat je aanvoer dat die ook tip-top georganiseerd moet zijn. Dat is in Nederland niet zo. Ja. Het openbaar vervoer, het OV in Nederland is prima voor jonge mensen, scholieren, mensen die goed ter been zijn. Maar niet voor mensen met rollators of die met een kruk lopen, desnoods al met een wandelstok. Die de 80 naderen, daarvoor is het niet geschikt. Ja. Er waren ook je kunt het geschikt maken, maar dat is een enorme opgave. Ik weet niet precies wat je dan moet doen, maar dan moet je echt een reeksen van maatregelen nemen. Ja. Het is natuurlijk ook inherent aan OV dat het niet het comfort biedt wat een auto biedt. Ja, misschien nog leuke. Ik ben ook het idee dat je de auto helemaal kwijt kunt. Is een illusie. Dat zijn linkse kletspraatjes. Je zult het niet zonder. Wat trouwens, wat betreft de aanvoer van goederen in de Amsterdamse binnenstad. Staan die vrachtautootjes of die bestelauto's daar ook eindeloos in de file? Kunnen die ook hun met passend adres niet bereiken? Je zult op die middag dat ik ging spreken maar met je bestelautootje op de Keizersgracht moeten zijn. Hè? Dan ben je goed te klos. Eigenlijk rij je die gewoon dwars door die klote pilonnetjes heen. Maar goed. Ja, het is. Nogmaals, onze samenleving is natuurlijk al decennia in allerlei opzichten sterk toegesneden op autogebruik. Dat kun je best wel iets verminderen, maar de illusie dat je helemaal zonder kan, is gewoon linkse onzin. Er waren ook mensen die zeiden van zonde dat jullie een half uur mopperen over Amsterdam. Je kunt de zendtijd wel beter besteden. Ja, dat is ongetwijfeld te fijn. Nu hebben we weer een half uur gemopperd. Niet over Amsterdam, maar over een veel breder probleem. Namelijk de babyboomers en het OV. En dat is gewoon een fors probleem. Ja.
Nou goed, misschien zijn er mensen en die... Bovendien, ja, maar als wij zin hebben om te mopperen over Amsterdam, dan doen we dat toch? Ja, dat is ook zo. Je kunt het toch uitzetten? Ja, of je gaat lekker naar iets anders luisteren. Hè? Tal van schitterende podcasts. Ik weet niet welke, maar goed, ze zijn er. Even, wat wilde ik daar nu nog over zeggen? Amsterdam, Utrecht, nou, ik weet het niet meer. Ik wilde nog iets aanstippen. Ja, het is gewoon poepie druk in een randstad. Ja, er is iedereen. Misschien nog wel een stad waar het wel goed gaat met ouderen in het OV. In ergens ter wereld. Hè? Misschien zijn er luisteraars die daar voorbeelden van. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. Tot zover deze aflevering. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je deze podcast leuk vindt. Ook als je hem niet leuk vindt trouwens, laat het vooral weten. En wij zijn er de volgende keer weer. Wat een triest gekluns. Wat een klunzig geschuifel en gepruts. Het is verschrikkelijk gewoon. Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar. Maarten van Rossum vertelt 3 kwartier lang over de nieuwe wereldorde die ontstaat door de oorlog in Oekraïne. Ja, dat zou natuurlijk enorm lollig zijn als we dan een tijdelijke verstandige dictator zouden kunnen benoemen. Ik denk in dit verband natuurlijk altijd aan mezelf. De nieuwe wereldorde door Maarten van Rossum. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij die je met 1 keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.